Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tess Madeleine en vandaag gaan wij samen een zebra in elkaar knutselen. En nu hoor ik je al denken, hoezo een zebra in elkaar knutselen? Nou, ik was als laatst in de HEMA in Maastricht. En toen kwam ik dit pakketje tegen en die vond ik wel heel erg leuk. Want zoals de mensen die mijn video's vaker kijken inmiddels wel weten, ben ik nogal dol op het knutselen van zulke figuren. En hij was maar 1,50 euro. Dus we gaan hem gewoon uittesten, wat krijg je voor die 1,50 euro. En dan heb ik hier allemaal houten plaatjes. En er zit ook een gebruiksaanwijzing bij. Nee, natuurlijk niet. Ze denken dat wij het zelf maar weten. Oh ja, hier staan wel zeg maar rondjes bij met A, B, C. Dit is A, dus die halen we er even uit. En dan hebben we waarschijnlijk één zo'n stokje nodig. En dan hebben we B nodig. En dat is deze. En dan moeten we A en B op elkaar zien te krijgen. Oké, dat gaat nog wel makkelijk. En dan verwacht ik dus dat je het gat van het vierkantje hier precies in moet. Oké, dat is een stokje. Dan de tweede. Want we hebben dus meer van deze stokjes. En ik zie hier een tweede vierkante gat. Oké, die zit. Dus dan gaan we naar C. C staat bij de benen. Maar moeten we... Ja, oké. Zo te zien moeten we deze er gewoon dus op doen. Op het lichaam dat we nu al hebben. Dat is C. Dan D. We gaan door met één been. Kijk zo. Dat was even doorduwen, jongens. E. Die heb ik net al hier gezien. Ja, dat is deze. Dus dat is de andere kant. Nu is die afgebroken. Kijk. Nu is dat houten blok waar we doorheen aan het zetten waren afgebroken. Dus ik ben bang dat heel het figuur nu naar kloot is. F moeten we nu hebben. Oh, nu moeten we naar de andere kant van dit ding. Dus de andere helft hiervan. Dus dan kan deze ook doorgeduwd worden. Ja, en die andere gaat natuurlijk lastig. G moeten we hebben. Hier, en ook deze is gewoon hoppa zo door het midden. Dit is toch helemaal niet handig werken zo. En die andere kant kunnen we in ieder geval zetten. Shoot, dan gaan we door dit. Ah. Maar dat is aan de kant die we niet vast kunnen zetten. Dus dat kan gewoon niet. I is wel aan de juiste kant. I zou ik nog vast kunnen zetten. Want er ook gelijk het ongelukje van net een beetje weggewerkt. Kijk. En dan is dit hem uiteindelijk geworden. Goed, ik vind het dus ontzettend jammer dat er geen goede gebruiksaanwijzing bij zit. Aan de andere kant is het mij wel gelukt. Gewoon door de letters die erbij stonden. Daarnaast, het hout breekt heel snel af. Ik heb nu wel twee van die vierkante dingen over. Dus volgens mij hebben ze die gewoon expres reserve gedaan. Maar of het nou echt het meest handig materiaal is om mee te werken? Nee. Ik vond het wel heel erg leuk voor die 1,50. Ik ben er 10 minuten mee bezig geweest ongeveer. Ik heb jullie natuurlijk doorheen begeleid. Normaal gesproken zou ik er gewoon muziek onder hebben gezet. Maar hey. Verder, ik vind het wel een beetje simpel zo. Ik vind het een leuk effect hebben dat het van het hout heeft. Maar het lijkt voor mij niet 100% op een zebra. Maar als je deze video wel leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer een melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat of jullie dus jaren wilt zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei!